Thuisdefirma Riewald heeft verzocht aan de gemeente om een stuk van de Steenweg in eigen bezit te krijgen. Wat kunt u daarover vertellen? Dat klopt, dat verzoek is een paar jaar geleden bij ons binnengekomen. Dat hebben we ook laten beoordelen van wat is nou de functie van die openbare weg. Heeft die nog een functie? En Riewald had en de gebroeders Huizink hadden behoefte aan een aaneensluiting van de twee locaties waar ze nu op zitten. En daar hebben we aan meegewerkt omdat het openbare karakter van die weg, die werd heel weinig gebruikt. In het kader van de economische uitbreiding van het bedrijf hebben we gezegd van nou, we werken daar aan mee. Maar dat moet natuurlijk wel marktconform voor die weg betaald worden. Dus daar hebben wij een incidenteel voordeel als gemeente behaald. Dat proces heeft inmiddels, is al lang langs de raad geweest en nu komt richting de raad. Het bestemmingsplan om dat ook ruimtelijk verder mogelijk te maken. Dus het is niet zo dat inwoners nu zich kunnen melden bij het loket en kunnen zeggen van ik heb wel behoefte aan een stukje extra grond bij mijn huis en kan ik dat kopen. In principe zijn we daar terughoudend in. Dus groenstructuren zijn groenstructuren en dat doen ze niet voor niks. Of ze zijn niet voor niks als structuren aangewezen. Omdat we daar mogelijkerwijs naar de toekomst toe ook nogal belangen hebben voor weguitbreidingen of wat dan ook. Het is een win-win situatie. Wij hadden niet veel meer aan vanuit het openbaar belang aan de functionaliteit van de weg. En Riewald Recycling had de behoefte aan om twee percelen aan elkaar te verbinden. En dat hebben we in goed overleg en in overleg met de raad mogelijk gemaakt. In geval van nood blijft de weg wel beschikbaar voor de hulpdiensten? Ja, absoluut. Dat heeft u goed gelezen. Die krijgen ook toegang daartoe. Zodat in ieder geval wel de brandveiligheid en zeker van dat terrein nooit in het geding kan komen. Dus daar is ook vanuit de brandweer goed naar gekeken.